Plezier met domeinnamen. Dat is de titel van een presentatie die ik zo af en toe geef. En ik geniet ook echt van domeinnamen. Ik vind het leuk om spelletjes te spelen met domeinnamen. Ik wil je ook uitdagen om dat mee te doen, want je kan er een heleboel leuke dingen en leuke ervaringen mee opdoen. Het zit in extensies, het zit in de namen. Domeinnamen zijn overal om ons heen. Wat ik je wil vragen is, probeer eens te denken in domeinnamen. Als je in de trein zit, of in de auto, of je loopt gewoon op straat, je zit voor de tv, je staat onder de douche. En alles wat je ziet, denk er eens een domeinnaam bij. Denk aan douchescherm terwijl je staat te douchen. Of denk aan schemerlamp terwijl je in de huiskamer zit. En voeg er een .nl achter. Langzamerhand gaan je hersenen echt werken in denken in domeinnamen. Zit je op de weg en je ziet iemand oversteken, zeg je oversteekplaats.nl. Nou, er komt een moment waar je denkt, hey, dat is een mooie domeinnaam. En dan heb je het te pakken. Dan zit je op de juiste golflengte in het spelletje dat je de juiste domeinnamen gaat pakken. Het is zo makkelijk om te luisteren naar al die mensen die zeggen, je moet wat op internet gaan doen. Maar iets op internet gaan doen klinkt heel globaal en de vraag is dan meestal, wat zal ik gaan doen? Als je maar genoeg in domeinnamen denkt, dan ga je ook op een gegeven moment in domeinnaamconcepten denken. Het concept wat achter de domeinnaam vandaan kan komen. Kijk, zit je onder een lamp? Ik zit hier bijvoorbeeld voor de camera onder twee bouwlampen. Ik zou denken aan bouwlampen.nl. Ja, bouwlampen.nl is vast al bezet. Ik pak mijn creatieve domeinnamen tool, ik tik in bouwlamp. En wat gebeurt er? Er komen dingen uit als bouwlampenshop.nl. Ik heb hem te pakken. Eén concept, ik schrijf hem op. Ik ga bouwlampen verkopen op het internet. Dat is de uitdaging die ik jou wil geven. Denk in domeinnamen en concepten. Alle domeinnamen die je bedenkt, schrijf er een concept bij. En kies uit al die concepten eentje of wel 100 die je leuk vindt om uit te voeren. En als je niet zelf kan uitvoeren, laat je het uitvoeren. Maar op die manier kun je heel veel spelen en heel veel plezier beleven aan domeinnamen. Heel veel concepten uitwerken en echt leuke dingen doen met domeinnamen. Als laatste wil ik je meegeven, naast de domeinnaam zijn er ook de extensies. En denk bijvoorbeeld in .in. Veel woorden eindigen op in, bovenin of fiets hem erin, het oude tv-programma. .co, .je, .st. Er zijn zoveel leuke domeinnamen te bedenken die net eventjes een andere extensie hebben. Mijn all-time favorite blijft koffie. En dat is echt koff.ie. Niks anders dan een kopje koffie online. Maar ik heb plezier met domeinnamen en ik vind het een geniaal concept om op die manier koffie te promoten. Dus ik daag je nogmaals uit. Denk in concepten, denk in domeinnamen. En ondersteun jezelf met de juiste tools. Mocht je moeten helpen, heb je hulp nodig, roep erom, vraag erom. info@webchamp.nl. Wij zijn er voor je.